En huisdieren moeten ook beschermd worden tijdens de komende hitteperiode. Dit zegt Monique Pohl, oprichter van de Green Heritage Fund Suriname. Een organisatie die zich ontfermt over verschillende dieren, maar in het bijzonder de luiaard. Pohl heeft een presentatie gehouden over klimaatverandering en dieren tijdens het seminar voor mediawerkers georganiseerd door de SVJ en UNDP. Het doel was de samenleving via de media hierover te informeren. Pohl gaf aan dat huisdieren worden getroffen door de verandering van het klimaat. Maar wat gebeurt er met de wilde dieren, vraagt zij retorisch. Wat we ook zagen, want in de eerste periode van dit jaar, tot en met ongeveer april, is het extreem droog. Eigenlijk begon het pas echt te regenen in, tegen de paasweekend eigenlijk. Dat het zo droog was dat het leek op herfst, de blaadjes vielen echt van de boom. Tot overmaat van ramp zagen we ook nog dat mensen met opzet of niet met opzet ook brandjes aanstaken om hopelijk was het niet met opzet, maar was het gewoon dat er per ongeluk iets aanging omdat het zo droog was geworden. Wat hebben wij gemerkt? Normaal gesproken hebben wij zeggen 2 tot 3 reddingen per week. Pohl geeft verder aan dat haar organisatie normaal gesproken 2 tot 3 reddingen van dieren per week heeft. Volgens haar was het opvallend dat in de droge tijd niet alleen babygedierten binnen waren gebracht, maar dat de reddingen ook waren verhoogd naar 2 tot 3 per dag. We hebben in die 3 maanden 67 dieren gered, terwijl we normaal gesproken per jaar iets van 150 dieren hebben. Al deze dieren waren in een slechte conditie. Wij werken natuurlijk met een diersoort die niet bekend staat dat ze drinken. Ze krijgen al het vocht naar binnen via hun voeding. Met andere woorden, als de blaadjes van de boom vallen, dan wil het zeggen dat er ook geen vocht meer is. En de blaadjes die zij naar binnen krijgen, hebben onvoldoende vocht voor ze. Om nog iets naar binnen te kunnen krijgen. Zoals je ziet, dit is een jong dier dat helemaal volledig uitgedroogd was. We hebben dat dier kunnen opteppen, maar uiteindelijk is het vervolgens Monique Pohl, oprichtster van de Green Heritage Fund Suriname. Ze heeft onlangs een presentatie gehouden over het effect van klimaatverandering op huis- en wilde dieren. Tijdens de droge tijd. En de presentatie is gehouden voor mediawerkers om zodoende de aandacht van de gemeenschap te vestigen op de bescherming van dieren in de komende droge tijd.